gewoon overal mee naartoe gegaan. Je daar met andere honden gespeeld. Ja. Mee naar de dierenkliniek. Dat was superleuk. Ja, zij heeft ook in het begin vaak veel overgegeven. Maar nu wou ze ook de auto niet in. Als ze de auto al wacht, dan rennen ze tot je huis. Ja. En nu heeft ze zoiets, nou stapt ze gewoon zelf de auto in en uit. En, Ja. Hoor. Oeh, nou ga je het echt verder. Ja. Nee hoor, dank je. Dus je hebt wel vrij gehad met de nieuwe? Ja, ik heb nu nog een operatie. Dinsdag begin ik weer. Ja. Maar goed, ik heb wel opgetreden in vakantie, dus... Wat heb je in de koffer mee, Jan? Een beetje melk. Het is ook gewoon laminaat, niet? Ja. Ja, last van alleen. Ideaal. Ja, ik vind het trickstep, lijkt het wel. Ja, ik dacht eerst dat het echt hout was. Ja, lijkt het op, hè? Ja, maar Nee. Ja, en toen zat erin, dus die zien er nog kopjes. Ja, mooi uit liggen. Ja, het huis kost al genoeg. Ja, dit kan nog fijner mee. Ja, ik zeg wat dat fijn weer hier liggen. Oh, maar dat is wel wat, ja, dat je het niet ziet, hè? Ja, dat is heel iets hetzelfde. En dan denk je dat zo wel, dan loop je daar. Later we dan in je zorg. Ja, in de zorg vol. Nou, ik maak me er maar niet zo druk meer over. Nee. Nine in de bench gaat ook heel goed. Eigenlijk alleen de eerste nacht wat, nou, een half uurtje lopen. Nou, zij piept echt alleen als ze eruit moet. Ja. Verder ook goed. Zelf mee omgaan, snap ik. Ja. Wij gewoon hun lichaam. Ook niet nergens onder de indruk. Ik heb een enorme aanhaling. Ik laat ze alleen. Dat is wel ietsje zo.